Yes, yes. Opvoeren net onder de 100 euro. Een hele hoop. We gaan er snel doorheen vliegen. Roll the intro. Yo volgers, mijn naam is Stijn. Tof dat je kijkt naar deze video. In deze video dus net aan 100 euro om op te voeren. Wat voor soort onderdelen zijn er dan? Weet dus wel dat een combinatie van deze onderdelen je natuurlijk wel boven de 100 euro zou kunnen brengen. Maar dat het vooral dus belangrijk is dat we momenteel dus kijken, nou ja, in ieder geval meer dan 50. Misschien zelfs meer dan 75, want tussen 50 en 75 euro hebben we nog geen video gemaakt. Maar goed, we kunnen natuurlijk weer iedere keer wat meer of minder budget doen. Zet dat natuurlijk in de reacties als je dat wil zien. We hebben cilinders. Je zou misschien net aan over de 100 aan een set kunnen komen. Misschien met een kopje, misschien niet. Misschien wel met een carburatie erbij. Een uitlaatje, een carburatieset met luchtfilter, spruit, membraan, carb. Sigaar opnieuw, geen RS, nee, expansie. En natuurlijk bijvoorbeeld een knijterdikke complete uitlaat, expansie. Laten we opnieuw, zoals altijd, van mij naar jullie gaan, startende met de cilinders. Van 50 traag naar 65 cc. En met 50 traag hebben we dan een eigenlijk nog gietijzer standaard cilinder. Voor het geval dat je dus eigenlijk nu een snor setup hebt en zegt ik wil eigenlijk naar brom, kan je een gloednieuwe gietijzer, origineel replica zo gezegd, cilindertje halen. Bij die set, voor een paar euro's meer, heb je een meteorzuiger die 10 keer beter is dan de standaardzuiger. En daarnaast natuurlijk, standaard gezien krijg je namelijk bij deze set een snorzuiger, een boosterpoort, als het goed is dan, krijgt in de zuiger. Zorgt er dus voor dat je eigenlijk dan weer van snor naar brom gaat. Zorgt er ook voor dat je van 25 naar 45 gaat. Ga je iets verder, hebben we nog Airsal 50'tjes aluminium voor je. Ja, dit is dus eigenlijk een zeer licht gewicht in vergelijking. Veel beter dus ook met bijvoorbeeld zijn koeling. Betere poorten, betere flow en dus meer vermogen. Ook onder de 100 euro zou je dan natuurlijk misschien kunnen combineren met een hoge druk op. Dan nog meer cc's onder de 100 euro is mogelijk. 65 cc. We hebben hier een Power One en een Maxwell. In principe bijna lood om oud ijzer. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de Airsal, weliswaar dan 65 cc. Heel goed dus. Aluminium allebei, dus opnieuw hetzelfde verhaal als die 50 en nogmaals onder de 100 euro. Wat doe je daar dan achter? Nou, carburatie en zeker startende vanaf 15 mm. Bij een set is natuurlijk wat duurder, maar dan heb je gelijk alles. Krijg je vaak ook de 15 SHA carburateur. Dat is een Delorto replica carburateur, 15 mm, zelfde schakel, systeem voor de choke, eigenlijk identiek gewoon aan je originele carburateur. En zou je zelfs nog in dit geval, wat ik hier eigenlijk in mijn handen heb, naar een 16 mm kunnen gaan. Er wordt niet heel veel over gepraat, omdat de sets vaak ook met 15 zijn, maar als je opnieuw dus weer die bus in het midden vervangt, vergeet dat natuurlijk niet, bij je spruit, dan zou je dus eigenlijk gewoon een 16 zelfs kunnen aansluiten op een 15 SHA spruitstuk bijvoorbeeld. De set overigens, die hier dan ook aan carburatie ligt, is dan dus deze, alleen dan 15. Met een 15 spruitstuk en een membraan. Deze dan met een speciale eigenlijk soort kunststof die veel beter zorgt voor opnieuw weer eigenlijk die koeling. Dat er dus niet te veel hitte vanaf de cilinder richting je spruit en dus richting je carburateur gaat. We moeten ervoor zorgen dat die carburateur natuurlijk zo koel mogelijk blijft. Compleet setje dus, kan je dus prachtig monteren achter bijvoorbeeld een 65 cc. Wil je nog wat groter en eigenlijk dezelfde klemaansluiting wel natuurlijk weer zo'n bus bestellen, kan je naar een Bing 19 mm replica gaan. Opnieuw onder de 100 euro. En ik moet er natuurlijk bij zeggen, als we kijken naar replica's, heb je natuurlijk ook de 17,5, heb je natuurlijk andere 19 mm. Je hebt best wel heel wat carburateurs eigenlijk. Maar ik vond het leuk om deze even te highlighten. Onthoud wel aan een Tomosje dat de carburateur rechts zit. Dus deze carburateur bijvoorbeeld heeft zijn afstelmogelijkheid, weliswaar alleen stationair, omdat je de gasschuif omhoog draait.
heb je die zitten aan de linkerkant. Je zal dus misschien zelfs de carburateur eraf moeten halen of van links onder je frame door naar rechts moeten afstellen. Let daar dus op als je kijkt naar welke carburateur je wil kopen. Dan het mooie spul, het grotere spul, de uitlaten. Hier startende met een prachtige circuitpijp. Ja, super. Qua expansie misschien wel een van de grootste en misschien ook wel een van de beste. Hij is niet de meest stille, maar wat je ervoor terugkrijgt is echt super vet. Echt een aanrader, opnieuw onder de 100 euro. Drie varianten voor zover ik weet, deze, chroom en zwart. Ja, top. Eigenlijk weinig op aan te merken. Heeft ook veel koppel onderin. Heeft dus ook door die expansiepijp een goede powerband. Echt een aanrader om aan te schaffen. Wil je nou dat je wel stil blijft en een sleeper bulb doet, iets in die trend, kunnen we in combinatie natuurlijk met weer die 28 mm universele voorbocht, vergeet geen rubber te bestellen, een sigaar bestellen. Dit is geen RS-sigaar. Dit is een sigaar met resonatie. Ja, resonantie, scusi. Hierin zit dus een tweede konus. Vanaf het moment dat hier eigenlijk dus al een konus in zit om de expansie te starten, zit hierin verwerkt door Bullet een tweede konus naar de demper toe. Zorgt er dus voor dat je eigenlijk een volledige expansiepijp hebt, alleen hij zit verstopt in een sigaarpijp. Heel erg vet en opnieuw onder de 100 euro. Echt een aanrader voor een sleeper. Veel onderdruk ook, opnieuw koppel, top. En dan de derde die we hier hebben hangen, is een Master Supersport uitlaat. Deze uitlaat wordt echt specifiek gemaakt in het Oostblok voor Thomas. Dus echt specifiek voor de Thomasjes met, ja, je zou hem al wel in 50 snel kunnen doen. In combinatie bijvoorbeeld met die Airsoft 50 zou het best wel lekker lopen. Maar als je dit echt gaat combineren met een 65cc, dan krijg je echt wat uit die uitlaat. Zeker een aanrader en opnieuw onder de 100 euro. Heb jij nou nog andere suggesties van onder de 100 euro om je Thomas op te voeren? Zet het hier natuurlijk beneden in de reacties. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Ook al deze producten staan beneden natuurlijk in de beschrijving. Abonneer, druk op die bel. Reageer ook of je nog een ander budget suggestie of videosuggestie hebt. En dan check ik je graag de volgende keer. Later!